Wat fijn dat je vandaag terug bent bij de dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Want hoe je het ook doet, tijd nemen om in Gods aanwezigheid te komen is altijd het beste. Jouw overdenking voor 9 september. Stretch niet tot je knapt. Het Bijbelvers voor vandaag staat in Psalm 62, 2 tot 3. Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust. Van Hem komt mijn redding. Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht. Nooit zal ik wankelen. Is dit je ooit overkomen? Terwijl je probeert een elastiek ergens omheen te trekken, knapt het kapot. Je kunt geen ander vinden, dus probeer je het elastiek te maken door de eindjes aan elkaar te knopen. In ons dagelijks leven rekken we onszelf verder op dan we aankunnen en kan er net als het elastiek iets in ons knappen. We denken dat we het probleem kunnen oplossen door de eindjes weer aan elkaar te knopen. Maar al snel vervallen we weer in hetzelfde gedrag dat uiteindelijk ook de oorzaak was toen er voor het eerst iets in ons knapte. Na een periode van herhaaldelijke blootstelling aan stress, begint ons leven op een versleten elastiek te lijken. Het kan ons volledig uitputten. Het negeren van Gods wetten en zijn voorgeschreven kaders voor ons leven veroorzaakt uiteindelijk een burn-out. Je kunt gewoon niet je gedachten, emoties en lichaam blijven overvragen zonder dat je uiteindelijk de rekening daarvoor betaalt. Maar dat is niet hoe God wil dat je leeft. Pas je perspectief aan op die van God. Zoek zijn vrede, zijn tempo voor je leven. Respecteer je lichaam. Ga met je goede gezondheid om als een onbetaalbaar geschenk. Verspil de energie die God je geeft niet aan stress. Gebruik het om te leven en om van het leven te genieten. Voel je vrij om met mij mee te bidden. Heere God, ik wil mijn rust in U vinden. In plaats van voortdurend onder de druk van stress gebukt te gaan, wilt U mij laten zien hoe ik Uw tempo voor mijn leven kan volgen. Amen. Fijn, hè? Even stil zijn en luisteren naar een overdenking? Houd je vast aan Gods woord. Tot morgen. Mocht je anderen ook willen attenderen op deze podcast, abonneer je dan op ons kanaal en stuur deze overdenking door aan iemand die vandaag een bemoediging kan gebruiken. Alvast bedankt.